graag beslag proberen te maken zonder recept. Dus ik ga niet zo'n cake of brood maken. Ik ga niet wat het wordt. Ik ga gewoon allemaal bakproducten bij elkaar gooien. En we gaan kijken wat het wordt. Of het een beslag wordt, of het een deeg wordt. En wat het wordt als we het in de oven doen. Ik ga niet even alles klaarzetten. Meestal gaat de boter smelten in de magnetron en dan opvoegen met de vanillesuiker. Waardoor een recept wat luchtiger wordt. Maar omdat ik nu niet weet hoeveel boter erin gaat, is het moeilijker. Dus nou, meestal gaat er 200 tot 250 gram in. Dus ik ga gewoon ongeveer de helft snijden. En gewoon even in blokjes snijden. Alhoewel denk ik dat het niet hoeft. Want ik ga ook gewoon een deeg gebruiken. Omdat ik niet weet of het een beslag of een deeg wordt. Ik zou hem toch ook even snijden. Hij is vrij groot. Ik ga nu even, ja, hoeveel eieren zou ik doen? Misschien 2 of zo. Dus ik ga er 2 tot 3 in. Dan kan ik later altijd aankijken. Het gaat een beetje mis. Ik hoop dat het er maar uitkomt. Oké, ik ga even de eieren breken en dan zo toevoegen. En dan zien jullie zo de volgende stap. Ik ga nu het ei even bij de boter doen. Die had ik net in de mixer gedaan. Waardoor die, ja, gewoon wat meer bij elkaar zit. Ik ga het even zo doen en dan ga ik het even mixen. Gewoon even, ja, 30 seconden aan een minuutje mixen. De boter mengde zich niet goed met deze deeghaak. Dus ik ga deze er even afdraaien en even, ja, die soort garden, die beslag, toch wat geven voor het beslag erbij doen. Dan als het een deeg wordt, zou ik eventueel altijd nog met het deeg gaan kunnen werken. Maar ja, voor nu is het even beter. En de boter zijn hier goed gemixt, ziet er nu zo uit. Ik ga nu even 2 zakjes vanillesuiker toevoegen. En dan weer mengen, want ik vind zelf, merk ik wel, dat als je het doet als er pas alleen boter en ei in zit, dat de vanillesmaak er veel beter in naar voren komt. En daar hou ik wel van. En ik denk dat ik ook wat gemberpoeder ga toevoegen, maar dat weet ik nog niet zeker. Dus dat zien jullie zo dan. Ja. Ik heb besloten dat ik er ook wat gemberpoeder en kokos bij ga doen. Dit is de gemberpoeder van Tuwana Kruisshop, heet het volgens mij. Het bakje ziet er zo uit. En ik vind die kruiden altijd heel lekker om te gebruiken. En gewoon handige bakjes om goed te kunnen doseren. Ik denk dat ik het even met een half theelepeltje erin ga doen. Ga je een theelepeltje pakken. Hier zit het theelepeltje. Gember is natuurlijk heel sterk, dus dan ongeveer afstrijken zo. Afgestreken theelepel, zoiets. Nou, dat doe ik er even in. Ik ga zo ook wat kokos toevoegen, maar ik ga eerst het deeg opkloppen. Ja. Ik ga er ook wat kokos extract bij doen. Je kan er ook kiezen om dit niet te doen als je een allergie hebt of niet van kokos houdt. Dat geldt natuurlijk ook voor de gember. Maar ik vind dit erg lekker. Ik heb dit ooit bij de toko gekocht. Ik doe gewoon denk ik even in het doekje schenken. Of ik doe gewoon even een scheutje erin. Maar dan ga ik gewoon... Nou, het zit nu denk ik ongeveer 1 of 1,5 eetlepel in. Ik kan hem natuurlijk altijd op de smaak brengen. Het ruikt in ieder geval heerlijk naar kokos. Ik denk dat we misschien nog wel wat gemberpoeder bij gaan doen als hij nog niet gemberig genoeg smaakt. Want ik krijg de gember nu al wat minder. Ik ga het even mengen. Even de kokos wat meer. Even met een lepeltje. Even zo in het beslag schuiven. Maar gaat het zo goed. Oké, dan ga ik er even mixen. Ik ga nu suiker toevoegen. Ik ga denk ik gewoon even in zo'n scoops doen. Want dan kan ik beter voelen hoeveel erin zit. Dat is voor mij natuurlijk wel handig als ik het, aangezien ik het niet kan zien. Dan dus kijk ik niks meer. Even zo. Ik denk dat er wel wat meer bij moet, maar laten we even beginnen met dit. Even mixen en zo de rest. Ik heb besloten om er nog wat suiker bij te doen. Want ik vond het toch gewoon, ik weet niet, ik had een beetje het idee dat er nog wat meer bij moest. Als ik kijk naar andere recepten die ik in het verleden heb gemaakt,
Wat wel volgens het recept was, ik ben wel een beetje aan het knoeien. Maar ach, ik ruim het zo weer op. Een keer bijgieten. En dan gaan we denk ik zo even de bloem toevoegen. Ik ga even deze afwassen. Deze is vies geworden en ik heb hem zo nog wel nodig. Oké, ik ga even tussenaan de slag voelen. Even proeven. Ik weet dat er zit rauwe ei in, maar een heel klein likje kan geen kwaad. Het ziet er zo uit. Oké, dit is een soort smoothie. Het is wel heel lekker. Ik ga denk ik nog wat gember. Misschien wat bloemen en wat suiker toevoegen. Ik begin in ieder geval even met de gember en de suiker. Misschien heb ik gewoon nog een zakje vanille suiker. De kokos overheerst. Wel een beetje. Maar niet per se op een slechte manier. Ik ga er in ieder geval nog zo flinke lepel gember bij doen. Ik hou van gember namelijk. Even de deksel zoeken. Zo. En ik denk dat ik er gewoon wat normale suiker bij ga doen. Zo is goed, er zit de suiker. Gewoon. Zo, zo. Geen flauw idee. Ook wat bloem. En dan gaan we naar mixen. Ik ben zo blij dat ik het nu verpest door iets. Maar goed, dat is het niet zo. Ik ga even mixen, dan zien jullie zo wat het is. Oké, ik ga de bloem toevoegen. Even een update. Hij ziet er zo uit. Geen flauw idee hoe hij eruit ziet. Maar we gaan kijken. Nou, we gaan het zien. Bedoel ik of het gaat lukken. We gaan in ieder geval nu even bloem toevoegen. Die ijs die staat daar, maar die is niet voor het recept. Ik weet ook niet of ik alles ga gebruiken. Wat er staat, ik ga gewoon maar improviseren. Ik denk dat ik even begin met een spoon. Of hoe dit ook heet. Ik weet niet hoe dit ook heet eigenlijk. Maar gewoon even beginnen met één. Gaat het goed? Ik hoop het wel. Zo. Oh, volgens mij zit echt alles onder. Dit wordt echt een trucje. Oké, mijn handen zijn vies. Ik ga het in ieder geval even mijn handen wassen en mixen. En dan zien jullie zo wat het is geworden of dat het voorbij gaat. Dus wat ziet er nu zo uit met alle extra toevoegingen. Ik ga even voelen en proeven. Hij is erg lekker. Met een beetje zandkoekjes achter, met gember en kokos. Ik weet niet hoeveel dit beslag is. Het is nog niet heel veel. Dus misschien ook nog wat. Ik ga in ieder geval de rest van de boter toevoegen. Twee eieren. En dan nog gewoon een beetje hetzelfde als met suiker, bloem, kokos en gember. Even dit ding weghalen. Ik ga nu even proeven. Ja, het is echt heel lekker geworden. Ik ga nu een cake pick doen. En dan denk ik even op 180 graden in de oven kijken wat het wordt. Ik ben het cake pick nu aan het invetten. Ik kan er zo even de slag erin doen. Helemaal mis het onder de boter. Dat is heel raar. Ik heb het niet zo gedaan. Maar ik heb wel het idee dat hij zo goed vet is. Ik moet nog even. Ja. Gewoon, het is sowieso altijd een risico natuurlijk. Ik dacht ik ga mijn handen afvegen. Maar ik besef net dat er dan ook weer boter op komt. Aangezien ik boterpannen en in het blik is. Ik ga het even wassen. Heb ik in ieder geval letterlijk en figuurlijk weer boterzachte handen.
En jullie zien zo hoe het eruit ziet als het in de blik zit. Oké, het beslag heeft nu even in de koelkast gestaan. Het zit wat kouder. En we gaan het er zo in doen en dan gewoon even met en dan gaan we het gewoon een lepel even zo eroverheen om het glad te strijken. En dan gaan we het voor 180 graden in de oven doen. En hoe lang is natuurlijk uitzoeken als je je eigen recept hebt bedacht. Ik ben benieuwd hoe die gaat smaken of het überhaupt wat wordt, aangezien ik het zelf heb samengesteld. Ik ga dus nu een beetje zo over het deeg heen, zodat die zo egaal mogelijk wordt. En je kan hier natuurlijk ook een soort keeltjes in maken als je dat leuk vindt. Of met een vork of een mes, hele diepe lijnen. Dat je natuurlijk wel wat kans dat het minder wordt, maar ik weet niet of het werkt. Maar je zou het wel kunnen proberen. Dan kan je ook wel even zo langs de rand, dan gaat hij mooi rond. Dan gaat het allemaal een beetje... Kan je een beetje zo... En dan kan hij doof in. Nou, de cake is klaar. Hij heeft 50 minuten op 180 graden in de oven geweest. Ik ga hem aansnijden. Ik heb nog nooit een taart of cake zelf aangesneden. Dus ik heb echt geen flauw idee hoe ik dit ga aanpakken. Hij gaat vrij moeilijk. Yes. Nou, dit is de cake. Jij ook een stukje, mam? Jazeker, lekker. Klein of groot? Kleintje. Maar hij kruimelt wel echt goed. Hij kruimelt wel echt heel erg. Ik ben benieuwd hoe dit gaat. Ik heb een stukje. Kijk eens, man. Deze is voor jou. Is die niet te groot? Nee, perfect. Mooi gesneden. Dankjewel. Ik ben benieuwd. Stukje vinger erbij. Heerlijk. Een beetje ijzersmaakje. Zo. Mesje aan de kant. En het gouden moment. Proeven. De bovenkant is knapperig. De binnenkant is zacht. Ja, het is echt een topcake. Nou, echt heel leuk dat jullie hebben gekeken naar deze video. Ik hoop dat jullie hebben geïnspireerd door ook een keer zelf deeg te gaan maken zonder recept. En mocht je nou meer van dit soort dingen willen zien, vergeet me dan niet te volgen. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei doei!